Wat is de geur van de Eerste Wereldoorlog? Op deze vraag wilde de Hasseltse geurkunstenaar Peter de Kupere een antwoord geven. En dat tijdens de tentoonstelling The Smell of War in het West-Vlaamse Poperingen. De Kupere is de curator van de expo. Meer dan 20 kunstenaars van over de hele wereld interpreteren de oorlog op hun eigen manier. En dat kan soms confronterend zijn. Dit is een werk van Christophe Laudemiel. Het is een vrij indrukwekkende geur. Het is de geur van loopgraven gemengd met de gasgeuren eigenlijk, dat je ervaart hier eigenlijk. Het is heel indringend, dus een heel zware belevenis. Nee, de geur van de oorlog is niet fraai, maar dat was de oorlog zelf ook niet. Geurkunstenaar Peter de Kupere wil aan de hand van die specifieke geuren het verhaal van de grote oorlog vertellen. En dat in de expo The Smell of War. Er zijn heel veel geuren die te maken hebben met lijken eigenlijk, de dood eigenlijk. Confrontatie met de dood, maar ook hetgeen wat de dood veroorzaakt, de gasgeuren eigenlijk, of buskruid, de angst, geur van angst. Het is heel confronterend. Het is niet een tentoonstelling waar je zegt van het gaat naar poppyflowers ruiken. Nee, het is echt hardcore. Locatie van de expo is het kasteel de Lovie in Poperingen, in Hartje Westhoek. Het kasteel was tijdens de Eerste Wereldoorlog een van de hoofdkwartieren van de Engelsen. Volgens de Kupere, die curator is van de expo, zorgen de geuren voor een grotere impact op de mens dan bijvoorbeeld beelden. Stel dat je tv zou kijken en je zou bijvoorbeeld wat er nu gebeurt in Nepal kunnen ruiken effectief. En je zou beginnen na een paar dagen de geur intenser beginnen te ruiken van de verrotting die eraan gebeurt, van mensen die daar misschien aan het wegrotten zijn. Dat is heel hard confronterend. En hier ook met deze tentoonstelling kun je dat een beetje zo ervaren eigenlijk, bij wijze van spreken. Meer dan 20 internationale kunstenaars doen mee aan de tentoonstelling, onder wie ook Limburgers Sean Beynens en Nancy Slange. Het gaat dit jaar wel hard voor Peter de Kupere. Zo stond de Hasselaar onlangs nog in de Amerikaanse krant The New York Times en wordt hij in het buitenland meer en meer gevraagd voor zijn geurkunst. Dit is eigenlijk een beetje, voor mij eigenlijk ook een beetje aantonen van dat geuren aan het boomen zit. Het zit aan het boomen internationaal. Dus er komt meer belangstelling voor geur in de beeldende kunsten. Ja. Wat is jouw doel? Wat is jouw droom? Een eigen tentoonstellingslocatie waar ik jonge kunstenaars die met geur werken kan promoten. In Limburg. In Limburg. In Limburg. De expo opent nu vrijdag en loopt tot 31 augustus.